Neruts. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat een genoegen u hier te ontmoeten. Het genoegen is zeer wederzijds. Ja, wel, ik ben blij dat u de opbouw komt filmen van het kasteel van Nobel, van het hof van koning Nobel en natuurlijk van het Vossenhol Malpertuis, dat volop in opbouw is. Ja, het is wel een groot project als je dat ziet hier. Ja, het is alleen dit al. Ja, kijk, als je iets doet, moet je het goed doen en moet je het met de nodige middelen aanpakken zodanig dat het mooi is, interessant is en dat de mensen er graag naartoe komen. Wij hebben met bouwtoelating van de gemeente Beveren dit gigantisch theater gebouwd. Dan tot onze grote verbazing kon Studio 100 dan zijn vergunning niet krijgen om op te treden. En dan hebben wij gezegd, dan gaan wij er een geweldig project in doen. En dat is dan Reinhard de Vos geworden. Het geweldige epos waarmee dat Vlaanderen wereldliteratuur gemaakt heeft. Hè. Willem van Boudelo, dat was een Waaslander, die heeft dat geschreven. Nooit is dat nog geëvenaard. Dus het is het prachtigste dierenepos in de wereldliteratuur. En wij zijn blij van dat te kunnen omzetten naar een belevenis. Wij vertrekken van hieruit. Hier krijgt men voorlichting, twee films. Hier wordt echt de info gegeven, twee boeken en een krant. De Gazet van Malpertuis met als ondertitel De lezer weet het beter. Van hieruit vertrekt dan de tocht door de polders en naar Hulst, naar Kieldrecht. In Kieldrecht hebben we pastorij, waar pastoors, onderpastoors en meiden vroeger leefden. Nu is dat het huis van de ondeugd geworden. De zeven hoofdzonden worden daar in beeld gebracht met oude kunstwerken. Dit alles om aan te tonen dat er tussen de middeleeuwen en nu, dat de ondeugden niet veranderd zijn. In Beverenpolder hebben we het huis van Mercator. Daar is cartografie van Mercator Ortelius, waar we dus het terrein van Reinhard de Vos en koning Nobel visueel op de kaarten kan zien. Ja. Is het bedoeld voor fietsers, voor auto's, te voet? Kan dat allemaal doen? Het is bedoeld voor fietsers, maar tijdens de week zullen wij ook auto's toelaten, maar die volgen dan toch een ander traject. Ja. Wanneer start alles? Alles start op de 5e mei en zal duren tot 30 september. Lang, hè? Heel lang. Wij denken ook dat vele mensen gaan gebruik maken om dit prachtige stuk natuur, landschap, polders, om dat te komen bezichtigen. Veel erfgoed, veel kunst en vooral het verhaal van Reinhard en de streken van Reinhard de Vos. Ja. Gaat u zoveel mogelijk zelf proberen daarbij te zijn, wat hier rond gebeurt? Wel, ik ga zeker zoveel mogelijk fietsen. Ja. Er zullen hier heel veel mensen komen. Ja. En natuurlijk gaan wij zelf met onze klanten, vrienden, kennissen, relaties, gaan wij fietsen. Ja. Want de mensen willen de baas zien, hè? Ja, ik denk dat de mensen vooral zullen komen voor de belevenis. De baas, die is maar... Een pluspunt. Ik denk niet dat het zelfs een pluspunt is. Uiteindelijk komen de mensen naar de Vossenstreken kijken. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En daar speelt de baas geen rol in. Is nog een beetje zenuw hebben tot die start van 5 mei? Oh nee. Alles loopt vlotjes. Komt allemaal in orde. Okay. Ik wil u bedanken voor dit gesprek en veel succes, meneer. Dankjewel.